Lieve mensen, wat fijn om hier te zijn. In dit geweldige kerkgebouw. Met al die faciliteiten. Ik vind het ontzettend leuk om mijn verhaal met jullie te mogen delen. Het is niet een verhaal van veel woorden, hoop ik tenminste. Maar ik wil wel iets laten zien van wat mij is overkomen in de buurt van Amsterdam. In de buurten van Amsterdam. En eigenlijk wil ik beginnen met... Sorry, ik heb een beetje een tranend oog. Dat komt niet van ontroering, maar het komt gewoon door de droge lucht hier. Toen ik hier aankwam op het station in Almere, dacht ik, oh, hoe moet ik in vredesnaam bij die kerk komen? Want ik wist helemaal niet, ik ben hier nog nooit geweest en ik had geen flauw idee of hier openbaar vervoer was of iets dergelijks. Dus... En ik was zenuwachtig, ik was bang dat ik niet op tijd zou komen. En de lucht was grauw en het regende. En inderdaad, mijn vreselijke angst werd bewaarheid, want er was in de verste verte geen openbaar vervoer te bekennen. Dus, ik was hulpeloos. En ik was een beetje, ik voelde me ook heel zielig. Op dat moment dacht ik van, ik heb maar één uitweg en dat is iemand de weg vragen. En dan liep een meneer met een papierprikker en een grote zak, vuilniszak. En toen vroeg ik, weet u misschien of er ook taxis zijn hier in Almere? En toen wees hij mij de weg. Ik dacht, dat ga ik vertellen aan jullie. Het verhaal van de papierprikker. Want stel dat jullie aan het eind van de dag helemaal niks meer herinneren van alles wat er is gezegd. Denk dan aan die papierprikker, die meneer. Denk er dan aan dat je de weg niet weet in een vreemde stad. Dat het donker is en koud. En dat er maar één iemand is die jou kan helpen en dat is die papierprikker. En hij hielp mij. Hij wees mij de weg. En wie schetst mijn verbazing dat dit gebouw ook heet De Wegwijzer. Ik dacht, dit is een teken. De papierprikker wees mij de weg. Hij was voor mij het gezicht van de ander. En niet alleen de ander met een kleine a, maar ook de ander met een grote a. Hij was voor mij het gezicht van God. En ik moest wel helemaal hulpeloos worden eerst en radeloos, voordat ik hem de weg vroeg. Want eerst dacht ik, ik kan het zelf best vinden. Ik kan het zelf. Dus maar toen ik niks meer van mezelf wist, toen kon ik hem de weg vragen, de papierprikker. En ik heb in mijn leven heel veel van die papierprikkers ontmoet. Een ander was de taxichauffeur die mij hierheen bracht. Ik noem maar gewoon wat voorbeelden. Het was een Surinaamse meneer en die zei, wat doet u hier in de stad? Ik zei, nou, ik ga naar een kerk. En dan ga ik wat vertellen aan christenen. Oh, zei die kerk. Maar wat gaat u dan vertellen? Nou, zei ik ga vertellen, dank je. Ik ga vertellen hoe christenen hun geloof moeten leven. Dat vond ik eigenlijk een beetje een raar antwoord zelf ook. Want ik dacht wel, ja. Want als het goed is, weten christenen dat toch wel? Dat zei hij ook, van nou, weten ze dat dan niet? En toen ontspon zich zo'n gesprek. En toen zei hij van, nou, hier in Almere, kan ik u vertellen, zijn ontzettend veel mensen die niet weten hoe ze met de wereld om moeten gaan. Omdat er heel veel gebeurt wat ze niet kunnen verdragen en niet kunnen plaatsen en waar ze vragen bij hebben. Waarom gaan die christenen niet gewoon hier in de stad met mensen praten? Ik zou dat ook wel willen. Ik ben zelf geen christen, maar ik worstel wel met dingen. Toen dacht ik, oh, dat ga ik ook even zeggen. Dus twee mensen, de papierprikker en de taxichauffeur, hebben mij heel veel gegeven. Ze hebben me de weg gewezen en ze hebben me ook nog maar aan mijn mouw getrokken. Wat doe je als christen eigenlijk? Wat is dat voor iets, een christen? Nou, wat is een christen? Ik ben zelf opgegroeid
in een zendingsgezin. Dus ja, ik werd al heel vroeg geconfronteerd met de noodzaak om christen te zijn in de wereld. Mijn vader en moeder die deden dat uit volle overtuiging en passie. Maar ook in hun verhaal werd ik meegenomen in de ontmoeting met de ander. Want we woonden eerst in Suriname. En ik weet nog heel goed, een van mijn eerste herinneringen was dat we in een dorp met Marrons kwamen. Dat zijn bosnegers. Gevluchte slaven. En daar zag ik allemaal hele vreemde totempalen met lapjes eraan staan. En ik moest als klein meisje daar een beetje om lachen. En toen zei mijn vader tegen me, Magrita, je mag daar niet om lachen, want dat is hun God. En dat wil ik nooit vergeten in al mijn avonturen in de wereld. Dat de ander, degene die jij tegenkomt, die je niet kent, dat hij een heel andere werkelijkheid heeft dan jij. En dat zijn of haar werkelijkheid is. En dat je dus eigenlijk, als je die ander echt wil leren kennen, moet je eerst je eigen ideeën, gedachten, idealen en angsten, je eigen visies, je eigen doctrines achter je laten. Pas dan kan je die ander echt ontmoeten. Nou, die les van de bosneger heb ik ook een hele leven in mijn rugzakje gehad. Ik ben pionier geworden. Dat is ook een soort zendeling. Dat is dus iemand die buiten de kerk en buiten de kerkelijke kaders om op zoek gaat naar plekken waar het evangelie niet is. De kerk niet is. En dat is een enorme, gevaarlijk avontuur, kan ik u vertellen. Ik wil eerst, voordat ik daarover verder ga, u een filmpje laten zien. Jullie een filmpje laten zien over het werk wat ik nu doe in Betondorp. En daar zitten de jongens, die gaan het nu aanzetten. Ik werk nu als pionier in Betondorp. Dat is een stukje van Amsterdam wat eigenlijk volkomen kleurloos is, lijkt. En waar Johan Cruijff heeft geleefd als jongetje. En in die zin, daar trek ik me ook aan op. Johan Cruijff, dat is mijn held. Hij beschermt me ook als ik door de straten van Betondorp loop. Maar voordat ik daar iets meer over ga zeggen, laat ik jullie eerst even iets zien van hoe dat er nou uitziet. Nou, Gods Koninkrijk gebeurt. Dat wou ik eigenlijk laten zien aan jullie. Want wat je gezien hebt, is een stukje van mijn verhaal als pionier. En je zag niet iemand die echt goed uitzag. Of een harige kant had. Je zag ook niet heel veel succes of zo. Hè? Je zag niet een grote kerk met veel mensen erin. Allemaal goed geklede mensen. Dat zag je niet. En wat zag je nog meer niet? Je zag überhaupt niet veel christenen daar op het filmpje. Ik was het enige, denk ik. Zeg maar, die uit een christelijke context komt. Je zag haveloosheid, armoede. Je zag ontluistering. Wat zag je nog meer? Een hele hoop vriendschap, warmte, medemenselijkheid. Je zag een ontzettende lelijke kerstboom. Heel pierig, maar wel een waar lichtjes in kunnen. Zo kan ik wel even doorgaan. Je zag een heel aantal oude vrouwtjes. Je zag een bakker. En een oud mannetje, dat geen kunstgebit had, want dat is te duur voor hem. En je zag een supermarktje, een soort winkel van Sinkel. En een
Ja, een beetje vermoeid ogende dominee met plastic tulpjes in de hand. Maar dat noem ik het koninkrijk. Waarom? Dat is juist omdat het er zo uitziet. Want ik denk dat God zich meedeelt aan alle mensen. Dus ik vind het altijd een heel raar misverstand dat christenen denken dat God zich alleen meedeelt aan christenen. Niks is minder waar. Ik heb heel erg gezien dat God zich meedeelt en ontzettend veel houdt. Dus meedeelt aan en houdt van mensen die helemaal niet in de kerk komen. En helemaal niet aan die kerkelijke beelden beantwoorden. God heeft zich op die manier ook heel erg aan mij meegedeeld. Want dat oude vrouwtje, dat was Gods gezicht. En dat andere oude vrouwtje met haar gekromde rug in het café ook. En Theo en Marion, die geen christen zijn en dat ook waarschijnlijk niet willen worden, ook. En de twee mannen in het café die achter de tap staan, die altijd zeggen, dag Margriet, ben je er weer? Ook, Gods gezicht. En nou, zullen jullie misschien denken, nou dat klopt niet helemaal met wat ik geleerd heb. Maar, want wij denken altijd, ja, God heeft een heel speciale verhouding met christenen en dan met speciaal nog die soort christenen. Maar dat is niet zo. Als je, en Jan had het daar ook al over, en jij trouwens ook, waar ben je, want ik heb mijn bril niet op. Ja, van, als je de Bijbel leest, dan zie je dat Jezus altijd mensen opzoekt die er niet bij horen. En dat heb ik in dat filmpje ook gezegd. Consequent en altijd gaat hij op hen af. En hij houdt geen preek, helemaal niet. Hij gaat ook niet vragen van, ken je Jezus al? Nou ja, in dit geval is het een beetje absurd natuurlijk. Maar hij gaat niet zeggen, hoe is het met je geestelijke leven? Maar hij raakt mensen aan. En dan heb ik het over de lammen en de blinden en de doven. En degene met een zieke huid. Alle mensen die er niet bij horen. Die niet in de kaders passen. En dat is voor mij persoonlijk. Ik ben zelf ook iemand die er niet helemaal bij hoort. Dat werd overigens opgemerkt tegen mijn zin met het filmpje. Maar ja, het had toch ook wel functie. Wat wou ik nou zeggen? God trekt toe naar mensen die buiten de lijntjes zitten. Durven zitten en niet anders kunnen dan daar zitten. En je kunt dan als christenen, of als theologen, wel denken dat de kerk ophoudt bij de muren, zoals dit gebouw. Maar de Bijbel spreekt dat helemaal aan alle kanten tegen. Voor mij was dat een grote troost. Dat betekent dat ik er ook bij mocht horen. En misschien is het inderdaad waar dat ik daardoor terechtgekomen ben in die rare hoeken van de stad. Maar het mooie is, het wonder is, dat ik daar dus God elke dag tegenkom. In andere mensen. Mensen die zijn missie, Gods missie, volledig steunen. Ze staan in Gods missie. Ze gaan alleen niet naar de kerk. En ze zijn mijn vrienden geworden. Nou, waarom zou je nou het belangrijk vinden om zoiets raars te gaan doen als in een wijk als Betondorp Gods koninkrijk met mensen te delen? Waarom zou je dat doen? Ik vraag mezelf nog steeds af, moet ik zeggen. Want het is soms helemaal niet makkelijk. Erop uittrekken om andere mensen te ontmoeten is echt niet makkelijk. Je moet inderdaad jezelf afleggen. Je moet alle ideeën en gedachten die je hebt over hoe het zou moeten. Ook heel veel theologie moet je gewoon afleggen.
En dat is vervelend. Het is veel leuker om, om je in dat bastion te verschuilen. Zoals je in een kerk verschuilt. Een bastion voor mooie mensen. Ook vaak mooie witte mensen. Een bastion waar het goed toef is, waar alles schoon en netjes is. Het is veel makkelijker en prettiger. Maar ja, we staan in een missie. We staan in Gods missie om de wereld in te gaan. En ik verbaas me soms zo. Ik word er ook verdrietig van dat ik in mijn eigen kerk en mijn eigen denominatie soms helemaal niet merk dat mensen daar ook maar enigszins door geraakt zijn dat ze in een missie staan. Ze komen gewoon bij elkaar op zondag en ze hebben een fijne club met elkaar, ook een leuke club, warme mensen. Maar die missie is nergens te bekennen. Dus ik zou jullie willen uitdagen om er eens over na te denken van, wat betekent het voor je dat je in een missie staat? Wat betekent het voor je dat Jezus zegt, als je mij volgt, kan je nog veel meer doen dan ik doe? Wat betekent dat verhaal van Jezus voor je? Die zijn handen op een krom vrouwtje legt en dan zegt, je geloof heeft je gered. Of dat prachtige verhaal over de blindgeborene. Waarbij Jezus al die theologen die met hem willen debatteren. En dat zijn allemaal mannen natuurlijk ook. Zo zie ik dat voor me. Die trekken aan zijn jas en die willen weten hoe hij denkt over het einde der tijden en leven na de dood en zo. En dan duwt hij ze allemaal aan de kant en dan gaat hij naar die blinde man toe. Die daar ligt. En die roept, zoon van David. Nou, dat vind ik een geweldig verhaal. Wat betekent dat voor jullie? Dat verhaal. Wat betekent dat voor jullie eigen leven als christen? Ik ga daar straks met jullie nog verder over door oefenen. Het heeft voor mij heel erg veel betekend. Het heeft mijn hele leven veranderd. Dat ik mensen tegenkwam die niet zo waren als ik. Mensen die heel anders dachten. Mensen met hun eigen worsteling. Het heeft mij eigenlijk voor het christelijk geloof gered. Dat ik niet-christenen tegenkwam en met hen in gesprek kwam. Mensen zoals die papierprikker. En nogmaals, ik wil jullie graag vragen die papierprikker te onthouden. Ook als je straks helemaal moe naar huis gaat. Denk aan de papierprikker. Kijk om je heen. Zoek de prikker. Ik wil het graag hierbij laten. Jullie zijn hartelijk uitgenodigd bij de workshop straks. Dan gaan we oefenen met het ontmoeten van de ander.